Goed dat je weer kijkt. Mijn naam is Kevin en op dit channel leg ik alles uit omtrent daytrading, volledig in het Nederlands. Ik zit momenteel in Spanje, het is best wel warm, dus de deur staat open. Als er wat background noise is, sorry daarvoor. Ik hoop toch dat je me goed kunt horen. Ondertussen aangekomen bij les 4 van de mini-cursus. En die gaat over support en resistance. En we zijn nu eindelijk aangekomen bij een stuk waarin we wat verder technisch gaan kijken. Dus de lessen hiervoor waren voornamelijk heel erg basic. Hè? Dus gewoon wat termen. Echt heel basis van oké, wat is daytraden? En eigenlijk vanaf de komende lessen gaan we meer in op het technische stuk. Als het goed is weet je al dat ik zelf een technisch trader ben. Wat inhoudt dat we beslissingen maken op basis van hoe een chart eruit ziet. Of hoe price action eruit ziet. Dus vanaf nu gaan we echt diep in op de technische kant van het traden. En naar mijn mening ook de meest interessante kant van het traden. Te beginnen bij support en resistance. Als we kijken naar support. Support is eigenlijk een level op de chart. Nou, als het goed is weet je wat een chart is. Dus een level op de grafiek. Waarin de stok meerdere keren naar terugkomt. En zeg maar een soort van rust vindt. En ik ga straks een aantal voorbeelden geven. Maar het makkelijkste is het om te onthouden is eigenlijk dat als een stok zich beweegt in aandelen of in golf, dat het aandeel beweegt in golven. En dat die altijd zeg maar terugzakt naar een bepaald punt. Meerdere keren. En als dat meerdere keren gebeurt, dan kunnen we daarvan uitgaan dat dat een support level is. Ik ga eventjes wat voorbeelden proberen te zoeken in de chart. Dus we pakken nu gewoon even de chart erbij. En dan gaan we eigenlijk zoeken naar levels waarin we support zien. Nou, we hebben hier nu Apple voor ons. En Apple staat op dit moment op de 3 minuut of op de 1 minuut candlestick. Kun je hier instellen. En dan gaan we eigenlijk op zoek naar support levels. Nou, als we zo'n support level hebben gevonden, dan trekken we gewoon eigenlijk een lijn. En een duidelijk support level wat we hier zien, is eigenlijk dit stuk. Ja. En wat eigenlijk inhoudt is dat Apple, het aandeel zelf, zakt naar beneden. En op een gegeven moment vindt hij een bepaald punt. En je ziet dat hij zeg maar later op de dag weer naar hetzelfde punt komt. En als dat gebeurt, dan betekent eigenlijk dat we hier dat er hier sprake is van een support level. En op het moment dat we een support level hebben herkend, zeg maar, dan kun je daar dus een lijn trekken. Want dan kun je er zeg maar vervolgens weer van uitgaan dat als hij daar weer, dat hij later op de dag weer op dat punt uitkomt, dat hij waarschijnlijk weer omhoog zal gaan. Dus hij gaat hier, als voorbeeld gaat hij weer hier verder naar boven. Vervolgens komt hij weer terug en je ziet eigenlijk dat hij hier op dit stuk, dat hij weer support vindt. En dat hij dan hier weer naar boven gaat. Dus de reden dat we die lijnen van support tekenen op onze chart, is dat we hopen, of in ieder geval ervan uitgaan, dat als het aandeel weer terugzakt naar de desbetreffende supportlijn, dat is er eigenlijk vanuit van, oké, okay, weet je, wat gaat hij doen hier zo? En dan verwachten we dat hij eigenlijk gewoon weer naar boven gaat. En je ziet eigenlijk dat het ook hier zo gebeurt. Ja. Dus dit is eigenlijk een voorbeeld van een supportlijn op de 1 minuut, 1 minuut timeframe. Nou goed, gedurende de dag zo zijn er meerdere support levels. En het is goed om te weten dat een support level hoeft niet exact op de cent gelijk te zijn. Dus wat je hier zo bijvoorbeeld ziet, is nou goed, hier lijkt dus een soort van support te vormen. Maar hier, hij zakt er wel een klein beetje doorheen. En dat is ook, kijk, je zit ook op de minutenchart. Dus de minutenchart, zeg maar, daar zie je eigenlijk alle prijsbewegingen. En het is gewoon heel normaal, zeg maar, dat hij dus een klein beetje doorheen zakt en dat hij zich herpakt en vervolgens weer boven support blijft hangen. Dus support levels zijn nooit tot op de cent gelijk. Het kan wel eens voorkomen dat je echt een perfecte supportlijn hebt, waar dat die tot op de cent gelijk is. Maar probeer dat niet op te zoeken. Ga er gewoon vanuit dat het een ongeveer level is. Ja? Dat er altijd wat ruimte is, wat speelruimte. En je ziet hier ook hè, dat die eigenlijk iets een klein beetje doorzakt. Uiteindelijk schiet hij dan toch wel weer omhoog. Dat is duidelijk dus wel een support level. Nou, gedurende de dag zijn er meerdere support levels die een aandeel kan aanmaken. Nou, je ziet hier eigenlijk ook dat er een soortement van supportlijn gaande is hier zo. Deze is eigenlijk wat meer schuin.
komen we later wel op terug. Dit is dan weer een andere term. Het is meer een trend. Daar zal ik een andere video meer aandacht op besteden. Maar je ziet wel dat hij zeg maar in dit level constant support vindt. Je zou kunnen zeggen van oké, dit is duidelijk een support level hier zo. Ja, hij zakt hier ook, komt terug, komt terug, komt terug, komt terug, komt terug. Dus je hebt hier ook duidelijk een support lijn hangen. Nou, het wil niet zeggen natuurlijk dat hij op het moment dat we een support lijn hebben, dat hij zich altijd zich daaraan zal houden. Er komt een keer een punt. En dat kan op dezelfde dag zijn, maar dat kan ook een aantal dagen later zijn. Dat kan zelfs een aantal weken later zijn. Dat hij terugkomt naar het support level. Dat is eigenlijk wat hier zo dus gebeurt. Komt hij vervolgens weer terug naar het support level. En hij zakt er eigenlijk doorheen. Nou, dit betekent dus dat we support doorbroken hebben. En dan gaan we eigenlijk op zoek naar het volgende support level. En dat is wat eigenlijk een stok doet. Hè. Een stok doet eigenlijk niks anders van in beweging golven. En hij vindt een support level, daar zal hij dan een tijdje op blijven. Op het moment dat hij daar doorheen breekt, zal hij naar het volgende support level gaan. En het is eigenlijk een soort trapgewijs, zal hij zeg maar verder naar beneden zakken. Als het een aandeel is wat zich naar beneden verplaatst. Ja, dus je ziet in ieder geval dat hij hier in ieder geval naar beneden aan het zakken is. Dan vindt hij hier support. Je kan in feite zou we gewoon steeds verder kunnen gaan. Dat hij steeds lagere support en lagere support vindt. Maar in dit aandeel is het niet het geval. Hier zo vindt hij op het moment dat hij weer om, gaat hij weer op terug omhoog. Maar ik denk dat het concept zeg maar, van support wat steeds meer duidelijk wordt. Nou, dit is dus duidelijk zeg maar, op de 1 minuut. De 1 minuut chart. En het is heel belangrijk, en dat heb ik in mijn vorige video's ook al aangegeven, dat je een globaal overzicht hebt van wat er gaande is met het desbetreffende aandeel. Er kan een support level zijn op de 1 minuut candle chart, maar er kan ook een hele sterke supportlijn op de 1 uur of op de dagelijkse chart zijn. De support, hoe kleiner de timeframe, dus 1 minuut is natuurlijk heel klein, des te zwakker de support is. En hoe groter de tijdlijn, des te sterker de support is. Dan gaan we proberen om wat te vinden op een langere tijdframe. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uren, dan zien we hier ook een aantal support levels. En die van de uren zijn eigenlijk heel sterk. Net wat ik zeg, kijk hoe langer het tijdframe, de sterker de support zou zijn. En dat heeft eigenlijk gewoon puur te maken met het aantal traders wat kijkt naar het desbetreffende timeframe. En over het algemeen, de mensen met het meeste geld, dat zijn vaak geen daytraders. Dat zijn vaak hedge funds, dus grote investeringspartijen. Of gewoon personen met een hele hoop geld die investeren voor de lange termijn. En die nemen geen beslissingen op basis van een 1 minuut candle. En zulke mensen nemen beslissingen op basis van 1-urige candles of dagelijkse candles of soms wekelijke candles. Dus je kan ervan uitgaan dat zulke mensen met extreem veel geld zitten te wachten tot een stok naar een support level gaat. Dat ze wachten op het moment dat hij dat doet op een langer timeframe en niet op een 1 minuut. Dus vandaar, op het moment dat je dus kijkt van de uren, er zit hier een support gaande, hier zo. En er zitten waarschijnlijk een hele hoop mensen met groot geld zitten te kijken en te wachten totdat hij hier gaat. Tot hij terug gaat naar dit support level. En dan stapt het grote geld in. Ja? En daarom is het zo sterk dat het op de urenchart veel sterker is dan op de minutenchart. Hier stapt het grote geld in. En je ziet eigenlijk dat hij dus enorm stijgt. Hè? Dus dit is eigenlijk. Dit is eigenlijk het punt dat hij het support level aanraakt. En ik durf bij mijn handen voor in het vuur te steken dat er een heel groot deel van het grote geld zit te kijken van oké, wanneer gaat het gebeuren? En als het gaat gebeuren, dan pusht eigenlijk het grote geld de stok weer omhoog. Nou, de reden waarom dit minder goed werkt op kleinere timeframen is puur omdat hier voornamelijk daytraders naar zitten te kijken. En daytraders zijn over het algemeen mensen met wat minder geld in verhouding. Dus je hebt het met minder geld bedoel ik alsnog. Wel gewoon
50, 60, 70.000 euro of dollar. En met groot geld bedoelen we miljoenen. Maar goed, dat geld van die daytraders is niet, niet groot genoeg, zeg maar, om een enorme push te veroorzaken. Wat bij de urenchart zeker wel het geval is. Dat hier veel meer geld gaande is. Ja, dus vandaar ook heel belangrijk, gewoon kijken op de... Als je in de minutenchart een support level ziet, dan zou je daar, zeg maar, dus vanuit gaan, oké, weet je, je pakt een trade op support level van de 1 minuut chart, dan zou je daar eventueel wat geld kunnen verdienen. Alleen de push en zal minder sterk zijn dan dat je kijkt van, oké, we gaan op de dagelijkse chart of de urenchart, en dat je daar vanaf support en resistance gaat traden. Want dan zal je zien dat die vaak veel beter werkt. Het werkt ook andersom. Stel dat we hier dus een duidelijk support level hebben. We hebben dus nu 1, 2. Stel dat we nu even vanuit gaan, in plaats van dat hij hier omhoog gaat, dat hij een klein beetje omhoog gaat, maar dat hij weer terug naar beneden gaat. Ja? Dus dan gaat hij voor de derde keer, zeg maar, gaat hij naar dat support level. Nou, dat zien meerdere mensen. En veel mensen houden dat in de gaten. Ook het grote geld. En ook de mensen die al in de trade zitten. Ja? Dus stel dat mensen hier al ingestapt zijn. Nou, die gaan hier, die rijden, zeg maar, deze golf omhoog. Hij gaat naar beneden. In feite nog niks aan de hand. Hè? Dus de mensen die hier ingestapt zijn, die zitten, als hij naar beneden gaat, zitten ook gewoon nog steeds in het aandeel. Ja? Nou, stel nou dat hij om wat voor redenen, zeg maar, hier zo toch doorheen zakt. Nou, dan kan je ervan uitgaan dat de mensen die hier ingestapt zijn, of ook hier ingestapt zijn, uit de trade gaan. En omdat het ook op een urenchart is, dan stappen mensen met groot geld eruit, mensen met minder groot geld stappen uit. En dan kan je dus een enorme drop verwachten. Dus dat die enorm gaat zakken. Het kan met je werken, maar het kan dus ook tegen je werken. Dus op het moment dat hij dus terug gaat naar de support level, wat behoorlijk sterk was, en hij zakt daar doorheen, dan kan je ervan uitgaan dat hij ook hard zakt. Gewoon puur omdat er heel veel geld, dus groot geld uitstapt. Iets wat minder snel zou gebeuren of minder hard zou gebeuren dan dat je kijkt op een 1 minuut candle. Dus ook daarom weer de reminder van, als je in een trade stapt, kijk eventjes op het lange termijn frame van op welk punt zit die. Want het zou natuurlijk heel lullig zijn op het moment dat jij denkt dat je op een support level zit op de 1 minuut, maar dat je op een risicofactor zit, zeg maar, of een risicolevel van de uren. Hè? Misschien zit jij wel op minuten chart, denk je dat je helemaal goed zit hier ook. Maar misschien zakt hij op de urenchart, zakt hij er net doorheen. En dan, omdat je niet hebt gekeken op wat er gaande is op de urenchart, kan je dus een enorm verlies pakken. Dus dat bedoel ik mee te zeggen van, oké, sta je niet blind op één timeframe, maar kijk altijd eventjes om je heen. Je kan je strategie zeker wel baseren op 1 minuut of 3 minuten of whatever je fijn vindt. Maar sta je er absoluut niet op blind. Ja. We kunnen even kijken of we nog wat vinden op de dagelijkse chart. Ja, dit is wel echt duidelijk. Hè? Dus je ziet ook gewoon, hij breekt hier doorheen. Hij pakt hier een punt, pakt hier een punt. Een duidelijke supportlijn. Ja. Kijken we of we nog wat kunnen vinden op de dagelijkse chart. Ik pak nu alleen even Apple. Hè? Maar goed, ieder aandeel heeft support en resistance. Support en resistance lijnen. En soms is het ook gewoon een kwestie van gewoon lijnen trekken. Hè? Gewoon kijken van oké, wat voor level, wat is er gaande. Het is hier wel toevallig ook weer. Hè? Dat je toch wel een support resistance, of een support level hebt in dit gebied. Hè? Dat die hier zo toch wel hangt. Hier hangt die, hier komt die toch wel weer terug. Groot geld stapt hierin. Dat kan je echt zien. En de reden waarom je dat kan zien, dat is even een snelle tip terzijde. De reden dat je kan zien dat er groot geld is ingestapt, is eigenlijk vanwege deze lange staart. Dus dit betekent eigenlijk dat het laagste punt is. En vervolgens dit, zeg maar, hier is die dan vervolgens geopend en gesloten. Maar deze lange staart betekent eigenlijk dat er enorme beweging is geweest. Dus dit is een groot geld. Hier heeft groot geld gezeten. Nou, dat is de reden waarom. Hoogstwaarschijnlijk is omdat het een support level is geweest. En het is ook best wel belangrijk. Op het moment dat je een supportlijn
hebt getekend, is dat je op de lange termijn, dus op de dagelijkse of de uren, is dat je die gewoon laat staan. Hè? Dus je kan die gewoon een kleur geven, dat je zegt van, goed, ik maak mijn supportlijn bijvoorbeeld blauw. Dat je die gewoon laat staan. Dus als je gewoon aan daytraden bent en je bent een aantal dagen verder, hè, dat je hier zit, dan denk je van, hé, wat was die blauwe lijn ook alweer? En je ziet toch, zeg maar, dat als je nou gewoon die lijnen had laten staan, dus hier heb je ook een support level. Hè, stel dat deze gewoon ook blauw hadden gemaakt. Hè, hier is, even wat verder op ingaan, hier 1. 1 keer. 2 keer, dus duidelijke support level hier zo. Kan ook te maken hebben met dit stuk. Dus ja, hij faalt hier ook, zakt op die lijn, zakt nog een keer op die lijn, gaat vervolgens weer omhoog. Duidelijk support. Stel dat we die lijn nou laten staan, en dat is wat ik normaal gesproken ook doe. Dus je laat die lijn gewoon staan en je bent gewoon een aantal maanden verder. Dit is zelfs heel erg verder, zelfs een jaar verder. Je ziet gewoon eigenlijk hoe sterk een supportlijn kan zijn op de lange termijn. Dus we hebben het hier over een dagelijkse chart. Dan zie je hoe sterk dit zo'n level kan zijn. Ja. En ze zeggen wel eens, ja oké, aandelen bewegen heel erg random. Aandelen bewegen eigenlijk helemaal niet random. Het enige wat ze doen is gewoon tussen support en resistance lijnen in bewegen. En je ziet gewoon wat er gebeurt. Ja. Je ziet gewoon dat er ergens in juni hier zo, dat hij een supportlijn heeft gecreëerd. En dat hij dat hier gewoon een aantal maanden verder, volgens mij echt gewoon al een jaar of zo, een jaar verder, heb je die enorme drop. En hij stopt precies op een support level. Ja. Dus absoluut niks randoms aan. Dus je kan zien hoe belangrijk het is. Ja, moet je nou al die lijnen laten staan op de minutenchart? Nee, absoluut niet. Ja. Minutencharts, die zijn eigenlijk, daar zit te veel ruis in. Gewoon puur omdat het natuurlijk hele korte bewegingen zijn. En wat ik vaak doe is met minutenchart, is dat ik wel de lijnen van de vorige dag neerzet. Dus hè, je hebt hier ook wat support, dit stuk. En waar, hier ook, je ziet dit stuk, hier zo. Het is duidelijk wat support gaande hier zo, in dit hele stuk. Hè, hij heeft hier wel doorheen gezakt, maar dan herpakt hij zich. Duidelijk wat support. Nou, als we nu de nieuwe dag in zouden gaan, dan zou ik deze lijnen nog wel even laten staan. Dus de lijnen op de minutenchart vind ik het zelf fijn om de lijnen van de vorige dag te laten staan. Gewoon puur om het feit dat hij zich normaal gesproken de volgende dag zich toch nog een beetje houdt aan die lijnen van de dag ervoor. En je ziet dat hier zo, dat er eigenlijk een resistancepunt is. En dan komen we zo meteen op wat dat is. Maar dat die lijnen toch nog een betekening vormen. Hier zie je ook dat hij eigenlijk wel doorzakt. En hier ook wel een beetje blijft hangen. En hier ook wat moeite heeft. Dus vandaar dat met de minutenchart hou ik vaak de lijnen van de vorige dag. Hè. Maar de dag van eergisteren, zeg maar, daar haal ik de lijnen weg. Want anders wordt het op een gegeven moment één grote lijnenbende. Maar zeker op de dagelijkse hou ik ze zeker, die levels hou ik zeker vast. Ja. Zeker de belangrijke levels. Dus ja, dit is support. Dan komen we eigenlijk bij het volgende onderdeel, sorry. Dit moet zijn support resistance, dat is van de vorige presentatie. Maar goed, het volgende onderdeel is resistance. En resistance is eigenlijk het tegenovergestelde van support. En we gaan ook gewoon dingen zoeken. Resistance is eigenlijk een punt waar het aandeel constant naartoe beweegt, naar de bovenkant. En dat hij eigenlijk constant zijn hoofd stoot en naar beneden komt. En vervolgens weer terug probeert, stoot weer zijn hoofd tegen hetzelfde punt. Komt weer naar beneden en herhaalt zich dat meerdere keren. Zo'n punt, zeg maar, wat boven het aandeel hangt, dat noemen we resistance. Hè? Support is dus eigenlijk hetgene wat hem tegenhoudt tot meer zakken naar beneden. En resistance is eigenlijk een punt wat hem tegenhoudt om verder naar boven te gaan. Nou, kijken of we dus ook levels kunnen vinden. Je ziet hier zo. Dat is duidelijk wel een resistance level gaande hier zo. Hè. Je ziet dat hij hier probeert hoger te komen. Nou, hier zo probeert hij dat nog eens een keer. Lukt eigenlijk niet. Stoot zijn hoofd. Komt dan toch weer naar beneden. Probeert het nogmaals. Het lukt eigenlijk niet. Ja, dus je hebt hier zo, zoals we dat dan noemen, een duidelijke vorm van resistance. Hè. Dus op de 3 minuten. Dus even wat verder kijken op de 1 minuut. Dan zie je dat het, zover wilt hij niet terug. Dan zie je dat het duidelijk wel een resistance level is.
Ja, en eigenlijk hier zo ook, hè. Hij zakt verder naar beneden. Dan zie je dat we hier wat support hebben, dit level. Maar dat hij vervolgens ook voor zichzelf opnieuw een level van resistance creëert. Hij komt hier gewoon niet bovenuit. Hij zit hier eigenlijk tussen support en resistance vast. Dan zakt hij vervolgens doorheen. En dat is wat ik eigenlijk zei, hè. Op het moment dat een stok door support heen zakt, dan zie je over het algemeen een enorme drop. En de reden waarom is omdat iedereen kijkt hier naar. De basis van daytraden, of de basis van eigenlijk gewoon van aandelen, het lezen van charts, is support en resistance. Simpeler kan het niet. Dus heel veel mensen kijken naar support en resistance. Dus ook iedereen ziet eigenlijk op dit punt dat hij gewoon door zijn support heen zakt. Nou, als jij dan in zo'n trade zit, ervan uitgaande dat hij omhoog gaat, en je ziet dit gebeuren, nou, dan stap je eruit. Nou, jij bent niet de enige die dat doet. Iedereen die slim is, die stapt hieruit. En dan heb je een enorme drop naar beneden. Ja. Dus dit is eigenlijk, dit is de support. Dit is op dit moment hier resistance. En hier zo is op dit moment resistance. En aandelen zullen altijd zeg maar tussen die twee levels ingaan. Als hij eens een keer een support level heeft gebroken, dan gaat hij naar het volgende support en naar het volgende en naar het volgende. En dat zal andersom met resistance ook zo zijn. Dus hij breekt een keer resistance, nou, dan gaat hij naar het volgende en naar het volgende. Dus eigenlijk altijd tussen die twee levels zal hij zich bewegen. En dan kom je dus bij de basis van daytrading. Op het moment dat je de support resistance heel goed begrijpt, dan zou je eigenlijk al kunnen gaan daytraden. Puur op basis van, oké, ik stap in op het moment, zeg maar, laten we zeggen van ik stap in hier zo, want hij vindt support, ervan uitgaan dat hij omhoog gaat. En ik stap eruit op het moment, zeg maar, ik pak mijn verlies op het moment dat hij dus support breekt. Dus echt heel basis daytrading. Nou, vandaag de dag kom je daar niet mee, daar zal je niet rijk van worden. Maar het is zeker een heel belangrijk onderdeel van de strategie. Nou goed, ook wat heel belangrijk om te weten is, en dan moet ik even kijken of we daar een goed voorbeeld van kunnen vinden, is dat, ik zal het eerst even een beetje opruimen. Even kijken. Nou, laat ik kijken dat we hier dus een resistance level hebben. Ja, hier zo. Kijk, wat ik nou probeer uit te leggen is, kijk, je hebt hier al, je ziet de aandeel naar boven gaan. En je ziet eigenlijk dat we hier een soort van resistance hebben. Ik weet niet waar dat precies mee te maken heeft. Misschien kan het wel ergens in het verleden zijn. Nee, niet zozeer. Je ziet hier duidelijk dus, zeg maar, dat er hier iets van resistance is. Goed om te weten, zeg maar, stel dat je dus een resistance level hebt en hij breekt daar doorheen, dan wordt dat resistance level wordt automatisch support. Hè? Want hij beweegt zich boven zich. Okay, resistance is altijd boven, hij breekt er doorheen. Dus het level wat onder zich bevindt, wordt dan support. Dus op het moment dat hij, zeg maar, hier door dit resistance level heen breekt, wat hier zo gebeurt, dan is dit geen resistance meer. Stel dat we nou resistance rood zouden maken. Hè? Dus hij heeft hier moeite, zeg maar, om er door die rode lijn heen te schieten. Dus moeite om door resistance heen te komen. Maar op het moment dat hij dat doet, en dat gebeurt hier zo, dan wat je eigenlijk wil zien, is dat hij dan van die resistance lijn support maakt. Dus ja, hij breekt er doorheen, op het moment dus heeft hij hier door support van gemaakt. En dat kan je ook zien. Dus ja, oké, hij is er eindelijk doorheen, hij schiet er doorheen. En je ziet hier zo dat hij van die resistance line, dat hij daar support van heeft gemaakt. Uiteindelijk is het wel doorheen gezakt. Dat is gewoon, je kan niet altijd een perfecte chart hebben, maar je ziet wel dat hij daar, zeg maar, wel een support line van heeft gemaakt. En dit is in 9 van de 10 gevallen wel het geval. Op het moment dat een aandeel door resistance heen breekt, dan maakt hij van het resistance level maakt hij support. En dat is andersom ook. Dus stel dat hij dus door support heen zakt, dan maakt hij van dat level, maakt hij vervolgens resistance. En dat is wat je dus eigenlijk wilt zien. Ja? Even kijken of ik nog een ander voorbeeld kan vinden. Ja, hier zo. Ik zal het even opruimen.
Heel duidelijk, duidelijk resistance. Echt heel duidelijk. Hè? Net wat ik zeg, de resistance levels zijn niet 100% perfect. Het zijn areas, gebieden. Heel duidelijk resistance. Hè? Hij probeert hier ook wat doorheen te gaan. Hier doorheen te gaan. Zakt hij zelfs helemaal terug. Hier ook, hier zo. En hier ook eindelijk lukt het. Dus als we daarvan uitgaan, oké, okay, dit is een duidelijke resistance line. Hè? Resistance gebied. Kan hij niet doorheen. Nou, uiteindelijk heeft hij een punt gevonden dat hij er wel doorheen kan. En wat je ook ziet, hè, als hij er doorheen gaat, dan gaat hij er ook hard doorheen. Nou, wat je dan wilt zien, is dat de stok zich eigenlijk bewijst dat hij daadwerkelijk door resistance heen gegaan is. En hoe kan hij dat zich bewijzen? Nou, hij bewijst zich door dit level dan vervolgens support te maken. En dat gebeurt ook. Ja? Je ziet ook dat hij hier zo, is het geen resistance meer, maar is het support geworden. En dat is heel belangrijk. Als je dit te zien krijgt, nou, dan kan je er eigenlijk wel op vertrouwen, tot zover je kan vertrouwen in de aandelenmarkt, kan je er eigenlijk op vertrouwen dat die gewoon in een gestaagde lijn omhoog gaat. En dit is ook zeg maar waar het grote geld zeg maar op let. Kijk, dat hij hier doorheen breekt, dat wil niks zeggen. Oké, hij breekt door resistance, maar misschien zakt hij wel direct weer in. Dat is hier ook gebeurd. Hij breekt door resistance en echt, hij zakt er direct doorheen. Nou, je wilt dus eigenlijk, en dat wil het grote geld, de mensen met veel geld, die willen dat ook graag zien, dat het aandeel zichzelf bewijst dat hij echt sterk is door terug te komen en dan te bewijzen dat hij van support, dat hij van resistance support heeft gemaakt. En als dat het geval is, dan stappen heel veel mensen in. En dan zie je ook dat je echt een gestaagde lijn naar beneden, naar boven krijgt. En dat is natuurlijk andersom ook. Hè? Dus op het moment dat je natuurlijk dat je op een support level zit en hij moet er doorheen zakken. En hij zakt er uiteindelijk ook doorheen. Dan wil je eigenlijk dat hij eerst even naar boven komt om dan dat level aan te raken. En dat hij daar resistance van maakt en vervolgens weer verder naar beneden zakt. Ja? Dus heel duidelijk voorbeeld daarvan. En dit is op de dagelijkse chart. En dagelijkse support en resistance lijnen zijn heel sterk. Ja. Nou goed, dan komen we eigenlijk uit op de timeframes. En die heb ik eigenlijk al net al behandeld. Zorg ervoor dat als je gaat daytraden of je gaat je chart bekijken, dat je eigen niet blind staat op alleen het minuten tijdframe. Of op de 2 minuten of waar je graag naar kijkt. Kijk altijd eventjes naar het hele plaatje. Hè? Het hele plaatje is heel belangrijk voordat je zeg maar in een trade gaat. Het laatste wat je wil is dat je in een trade stapt en dat je dan eventjes op de minuut of op de urenchart kijkt. En dat je denkt van oké. Een heel gevaarlijk punt waar ik nu zojuist ben ingestapt. Dus zorg altijd voor dat je kijkt op meerdere timeframes. Ja, dit was het eigenlijk de les van vandaag. Support resistance. Ik hoop dat het duidelijk is. Als er nog vragen zijn, laat dan eventjes een comment achter. Als je nog geen lid bent van de channel, abonneer ook even op de channel. Zodat je iedere keer op het moment dat ik een nieuwe video upload, dat je die gelijk als eerste te zien krijgt. Als er andere onderwerpen zijn die ik moet behandelen, laat die ook even achter in de comments. Ik zal mijn best doen om daar een video van te maken. En dan zie ik je in de volgende les.